Oké, dus ik ga vandaag voor het eerst quinoa. Ja. Ik ga in ieder geval die gezonde salade proberen met deze kleine bolletjes. Er zijn mensen die zeggen dit is super gezond, hartstikke lekker, niks aan het handje. Ik lees ook mensen die zeggen dit is echt niet te eten, niet doen, gaat niet goed met je, je wordt groen. Ik ben nog niet echt van de superfoods, maar ik sta er wel voor open op zich. Dus ik ben heel benieuwd of het nou lekker is of niet, want ja, het ziet er eigenlijk niet uit. Ik zal even laten zien welk bakje ik heb gekocht. 2 voor 5 euro bij de Albert Heijn. Deze video is niet gesponsord door Albert Heijn. Ik ga het je even laten zien, momentje. Deze heb ik dus gekocht. Mooi bakkie. Sojabonen, pompoenpitten, sojagember, sesamdressing, quinoa, noten. Ziet er een beetje raar uit, moet ik eerlijk zeggen hoor. 389 calorieën. Het is meer dan een kroket, maar het is minder dan een quarter pounder. We gaan het zien. Spannend. Kijk, daar gaan we hoor. We gaan hem openmaken. Schudden voor gebruik. Zijn mijn mannen ook vannacht. Het ziet er toch niet echt lekker uit, jongens. Gadverdamme. Zakje noten. Daar gaat hij. Oh, kak. Nootjes erbij. Hoppakee. Nou, eens even kijken hoor. Dit is het. Godver. Het smaakt een beetje naar een hoopje niks. Het proeft een beetje alsof je de buurvrouw's groentetuintje stiekem naar binnen hebt staan om te gaan werken. Ja. Nee. Het is een beetje een 5,5. Zoals het op school was van nou, net voldoende. Meer dan genoeg, maar je wordt er niet blij van. Quinoa is een niet aan te raden. Ik vind het wel leuk dat het vegan is. Voel je toch op de een of andere manier wel verantwoord of zo. Vanochtend nog een biefstuk gegeten, maar. Ah, mocht je zelf nog iets hebben dat je denkt, hey, dat moet je ook eens gaan proberen. Eet dat. Nou, gaan we doen. Laat het weten in de comments. Maak er nog een hele mooie dag van. Adios.